Ik ben Peter Wiek. Mijn vader komt uit Hongarije. Zijn familie, mijn drie ooms en tante, mijn opa en oma, kwamen in 1956 hier in Nederland. En hij volgde 20 jaar later. En eigenlijk is dat de aanleiding voor het concert van vanavond. Een nieuw werk heb ik gemaakt. Dat gaat over de opstand, over de Hongaarse opstand die dit jaar 60 jaar geleden is. En we zoeken naar de waarheid, heet het. De titel is gebaseerd op het gedicht van Jozef Attila. En verder heb ik vier andere gedichten gebruikt. Wat teksten zijn van volksliedjes. Teksten die te maken hebben met de opstand, omdat ze gaan over treurnis, uitzichtloosheid, maar ook de geur van vrijheid en hoop komen erin voor. En bijvoorbeeld het laatste deel, El Magic, gaat over het vertrek, het verlaten van je land. En dat werk gaan we vanavond spelen met het Nationaal Vrouwen Jeugdkoor. Dat ken ik al heel lang. Zij hebben het Hongaars helemaal eigen gemaakt en gaan dus het Hongaars zingen. En verder speelt Urs Kőszeky mee op cello, een Hongaarse jongen die 10 jaar geleden is komen wonen, en Valentina Toot op piano. Het is niet eenvoudig naar zo'n serieuze en geweldige voorstelling om te spreken. Ik wil jou, Peter, bedanken voor deze prachtige ode aan de Hongaarse opstand van 1956. Beethoven sloeg in 1956 onbewust een muzikale brug tussen Nederland en Hongarije, tussen de geschiedenis en het heden. En vandaag, 60 jaar later, doe jij hetzelfde. Fiam, folytatja egy más módon a magyar szellemi értékek megtartását. És ennek nagyon örülök, és erre büszke is vagyok. Mindet echt indrukwekkend, hoe jij, Peter, met deze moderne compositie, in combinatie van Hongaarse poëzie en volksmuziek, in brug slaat tussen Nederland en Hongarije, tussen de twee talen, tussen jong en oud. Dank jullie wel.